Ter afsluiting van het jubileumjaar van volleybalvereniging Bedoven uit Beekendonk vertrok een volle bus zondag met leden van Bedoven naar Arnhem om het Nederlands damesteam aan te moedigen. De Nederlandse dames speelden tegen Italië. Vandaag is het zeg maar een speciale dag voor de vereniging. Als ik het goed begrepen heb, de afsluiting van het jubileumjaar. En waar gaan we vandaag naartoe met een volle bus? Ja, we gaan met een volle bus naar Arnhem om het Nederlands damesteam aan te moedigen tegen een heel belangrijke wedstrijd tegen Italië. En we gaan met 75 man, dus zo goed als de hele vereniging. Ja. Ook heel veel jeugd heb ik gezien, dus die hebben er wel interesse. Ja, iedereen. Het is vanuit alle gelederen van de vereniging, de jeugd, de senioren, de recreanten, wat oudere leden die wat meer op afstand staan. Iedereen vond het een geweldig idee en iedereen wil mee. We gaan even terugkijken naar het jubileumjaar. Viel achteraf toch niet mee? Nou, het organiseren heeft nogal wat voeten in aarde. En we hebben met een hele grote commissie heel veel dingen op poten willen zetten. En je komt er toch wel achter dat je afhankelijk bent van andere mensen. We hadden een heel mooi programma opgezet met een eredivisieteam die in Beekendonk een demonstratie kwamen verzorgen. Waar al onze eigen jeugd allemaal aan mee zouden doen. Ja, en het is allemaal met goede reden is het toch anders gelopen dan we dachten. Begin van het jaar zaten we echt nog met een staartje corona. Toen hebben we wat verschoven. Binnen het eredivisieteam is er het een en ander gebeurd. En toen stonden we ineens eigenlijk met lege handen. Nou, toen zijn we als commissie weer heel hard aan de slag gegaan. En daar is dit uitgerold. Dus ik denk dat we een zeer waardige vervanger hebben. Ja. Vandaag de afsluiting. 50 jaar Bedoven. Hoe kijk jij terug? Want je bent ook al heel lang lid van Bedoven. Hoe kijk jij terug, zeg maar, de afgelopen 50 jaar en een klein beetje naar de toekomst? Ja, dan verraad ik mijn leeftijd, hè? Maar ik ben al ruim 40 jaar lid inmiddels. Zelf bij de jeugd begonnen, naar de senioren, eerste herenteam en inmiddels bij de recreanten op een lager pitje. Ja, de vereniging, wat zal ik zeggen? Ik denk dat wij een mooie vereniging hebben, dat we midden in de samenleving staan, dat van alle gelederen binnen onze vereniging iedereen aanwezig. Het wordt wel moeilijk. Daar zijn wij als vereniging natuurlijk niet alleen in. Kader zoeken is echt een uitdaging. Ledenaantallen lopen toch zoetjes aan wat terug. En dat betekent dat je kader uit een nog kleinere groep moet lopen. Dus de toekomst is... We gaan het positief inzien. We hebben een aantal mooie teams. We hebben een paar grote teams. We spelen op een mooi niveau. Toegesplitst op het opleiden van jeugdteams. Dus vanaf de allerjongste jeugd, vanaf 6 jaar tot aan 18, krijgen ze alle facetten van het volleybal. Wordt ze aangeleerd. De techniek, de verschillende systemen, noem maar op. Dat kunnen we allemaal. Al onze trainers zijn gecertificeerd. We hebben allemaal cursussen gehad van de Nederlandse Volleybalbond. Dus wat dat betreft, we hebben toekomst. Maar we moeten zeg maar, niet achterover leunen van nou, we hebben 50 mooie jaren gehad. Als we nog 50 jaar willen, dan moeten we echt aan de gang blijven. De dinsdagavond is nog steeds de volleybalavond van Bedoven in sporthal De Nekker. Dus ik neem aan, mensen die interesse hebben, die kunnen altijd even komen kijken. Iedereen kan zo voorbij komen, kunt ook even op onze website kijken. Met name de jeugd, dat is allemaal goed. Want wij spelen van kwart voor zes tot kwart over zeven. De jongste groep van 6 tot 12-jarigen. Als je interesse hebt, als je zin hebt, kom maar langs. Dat kan altijd. We gaan vandaag dus nacht naar Arnhem toe. Je bent al in de gepaste kleding, Ruud. Wat denk je vandaag van de wedstrijd? Ja, kijk, we hebben natuurlijk alle volleyballers hebben deze week al zitten kijken. Het is mooi bij de NOS op televisie, dus er hebben wel meer mensen volleyballen gekeken. En je ziet toch dat in de zaal het oranje de boventoon voert. Dus ik denk, ik zal zelf het goede voorbeeld geven. Ik heb ook mijn oranje jasje maar weer uit de kast getrokken. Dus dat is mooi. Volle steun van het publiek, dat is ook mooi. Maar de tegenstander is er wel eentje van formaat. Dat is als je
bekijkt dat Nederland een beetje bij de subtop hoort, dan hoort Italië, de tegenstander, echt bij de top. Dus ze zullen alles uit de kast moeten halen om vandaag een winnend af te sluiten. Maar wij zullen met 75 man daarbij luidkeels helpen. In ieder geval, ik zal zeggen, geniet van de wedstrijd. En in ieder geval, met een kleine overwinning zijn we altijd mee. Zeker weten. Succes. Dankjewel.